Met het licht van de paaskaars ga ik de andere kaarsen aansteken. De kaars branden en wij kunnen vandaag beginnen. Welkom allemaal. Welkom jullie die kijken in jullie eigen huis. Welkom ook Hermanna. Welkom Anneke, Taco en Kees. En welkom ook Alfred. Samen gaan we er weer een hele mooie viering van maken. We gaan elkaar begroeten. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Goede God, we vieren vandaag de mooie dag en danken u voor de schepping en voor alles wat we hebben. De mooie wereld waarin we leven met alle mensen, dieren en planten om ons heen. De vogels in de lucht met hun mooi gezang. De vissen in het water en de dieren op het land. Grote dieren, kleine dieren, lieve dieren en gevaarlijke. Samen moeten we op ze passen. Samenleven met andere mensen kan ook heel fijn zijn. En soms is het lastig. We doen ons best, maar soms ook maken we fouten. Maken we ruzie of worden we boos. En later hebben we er spijt van. Goede God, wilt u helpen er samen het beste van te maken, juist in deze moeilijke tijd. We kunnen niet zomaar overal naartoe of iedereen zien die we graag zouden willen zien. Helpt u ons het vol te houden? Amen. Leven en zorgen en vinden.
Vandaag gaat het over samen sterk. Deze tijd hebben we het steeds over dieren. Allemaal dieren, zoals jullie de vorige keer bij Ingrid hebben gezien. Grote dieren, kleine dieren, dieren alleen of dieren samen. En het gekke is, het gaat over samen, maar we zijn helemaal niet samen. Het zou fijn zijn als we bij elkaar waren, hier in de Duif, maar dat kan niet. Jullie zitten thuis, voor de buis, en wij zijn hier. En het voelt toch een klein beetje samen. Jullie kunnen alles zien en horen. En zo kunnen we toch met elkaar samen God danken en luisteren naar mooie verhalen. Samen. In je eigen woning ben je natuurlijk wel samen. Valt niet altijd mee. Soms een beetje lastig, hè, want soms wil je graag wat alleen doen. En wil een ander wat anders. Kan je wat ruzie maken? Ja, dan moet je rekening met elkaar houden. Dat is lastig. Heel lastig. Toch kan het wel. Soms is het ook gewoon fijn om alleen te zijn. Alleen op je kamer of alleen even buiten. Maar als je samen bent met elkaar, kan je het ook heel gezellig hebben. Je kan samen plezier maken, lachen en zingen of grapjes. Je kunt ook samen tv kijken. En je kan weer voetbal kijken of misschien kijk je wel naar de Tour de France. Of naar buurman en buurman. Of iets anders grappigs. En je kan ook samen de spelletjes doen. Of naar muziek luisteren. Nou ja, dat lukt niet altijd helemaal even goed hoor. Maar soms wil je misschien wel zelf muziek maken. En heeft een ander daar wel eens last van. Zo kennen we een heel mooi verhaal over een olifant en een krokodil. En die krokodil, die maakt muziek. Nou, dat moet je maar eens horen, hè? Ja, en hij maakt de hele dag muziek. En zoveel en zoveel kabaal. En die olifant, die baalt ervan. Die gaat ook muziek maken. Ja. En ze gaan gewoon tegen elkaar in. En ze zijn boos. En ze zijn zo boos. Die olifant die gooit de hele muur om. Och. Nou zeg. Ach, dat was ook niet de bedoeling. Hé, weet je wat? Misschien kunnen we wel eens naar elkaar gaan luisteren. En misschien kunnen we wel samen muziek gaan maken. Zou dat klinken? Kijk, muziek maken en ondertussen naar elkaar luisteren in mooie harmonie. Nou, daar gaan we straks veel meer over horen. Samen spelen, samen zingen, samen spelen.
gaan een verhaal lezen uit de Bijbel. Een verhaal uit het boek Job. Misschien ken je hem wel, die man die alleen op een vuilnisbult zit. Tja, hij is verdrietig, hij is boos en hij denkt dat iedereen tegen hem is. Maar ja, hij is een mens en ook een schepsel van God, net zoals alle dieren. En in dit boek staat een verhaal over een krokodil. Ben je bang voor een krokodil? Kun je met hem spelen als met een hond of een kat? Probeer hem eens aan te raken. Als je hem ziet, val je al om van de strik. Niemand durft met hem te vechten. Let maar eens op zijn poten, op zijn geweldige kracht. Wie dringt er door zijn dubbele panzer heen? Wie durft zijn bek open te rukken? Die bek met die verschrikkelijke tanden. De schubben op zijn rug passen precies op elkaar, zodat er geen lucht meer tussen kan komen. Als hij niest, schittert het licht. Zijn ogen blinken als de opkomende zon. Damp komt uit zijn neusgaten. In zijn nek zit kracht. Hij is een koning van de dieren. Ben je bang voor hem? Ook hij is een dier van God. We gaan zo kijken en luisteren naar het verhaal van de krokodil en de olifant. Het verhaal heet Een trompet voor olifant. Kijk, hier zie je krokodil en olifant. Krokodil was een muzikant. Hij speelde viool en hij studeerde iedere dag tot 's avonds laat. Het was zijn lust en zijn leven. Krokodil had een buurman, olifant. Nou, die vond het niet zo fijn. Hij hoorde steeds hetzelfde liedje en nog eens hetzelfde liedje en nog eens hetzelfde liedje.
tot hij er helemaal gek van werd. De muziek drong in zijn oren. Hij vond eigenlijk dat het wel een beetje leek op het gejank van katten. Hij vond het helemaal niet fijn. En op een dag hield hij het niet meer langer uit. Hij ging naar Krokodil en hij ging vertellen dat hij het niet fijn vond. Het spijt me zeer, zei de krokodil. Maar ik ben een kunstenaar. En zonder muziek kan ik niet leven. Teleurgesteld ging Olifant weer naar huis. En daar hoorde hij de muziek weer opnieuw. Dwars door de muur heen klonk de viool. Tot diep in de nacht. En zo ging het leven verder. Het ging maar door en door. En dag in dag uit kraste krokodil vals op zijn viool. En Olifant werd steeds ongelukkiger. Hij kon niet meer lezen. Hij kon niet meer slapen. Op den duur verloor hij alle plezier in het leven. Hij had er helemaal geen zin meer in. Ten einde raad besloot hij om naar de dokter te gaan. En die schreef hem rust voor. Tja, en een vies drankje. En toen Olifant weer thuis was, klonk het gekras hem weer in de oren. En nog harder en valser dan ooit. Ach, dacht Olifant, was ik maar een kunstenaar, net als krokodil. Hij was wel een beetje jaloers. Maar als ik nou ook eens muziek kan maken, dan zou ik ook gelukkig kunnen zijn. En opeens kreeg hij een goed idee. Ah, misschien ben ik ook wel een kunstenaar. Hij ging naar de stad. En hij ging naar de muziekwinkel. En hij zag daar van allerlei mooie instrumenten staan. Hij werd helemaal opgewonden en hij dacht, weet je wat? Ik ga een mooie trompet kopen. Dat wil ik altijd al. Als kind al. En nu ga ik leren erop te blazen. Hij ging naar huis en hij begon gelijk te oefenen. Hij zette de trompet aan zijn lippen en blies. Tjonge, jonge, wat klonk dat mooi. Olifant was helemaal blij. Hij was echt een talent. Hij speelde en speelde en hield helemaal niet meer op. Ondertussen zat de buurman, de krokodil, juist een heel moeilijk muziekstuk te oefenen. En hij schrok op. Wat is dat nou voor een afschuwelijk getompetter? Wat krijgen we nou? Hij werd heel boos. Hij werd woedend. Hé, is Olifant nou helemaal gek geworden? En onmiddellijk stapte hij naar zijn buurman toe. Wil je wel eens ophouden? Hij schreeuwde kwaad. En hij zwaaide met zijn viool. Wil je echt wel eens ophouden? Zo kan ik niet studeren. Maar Olifant, ha, die stond daar, rechtop. Hij liet zich niet verstoren. Lieve vriend, zei hij rustig, het spijt me voor je, maar ik ben ook een kunstenaar. Ik ben ook een muzikant. En zonder mijn trompet ben ik heel ongelukkig. Arme krokodil. Muziek maken kon er niet meer. Olifants trompet klonk zo luid dat hij zijn eigen viool niet meer kon horen. Grote tranen, krokodillentranen, rolden over zijn wangen.
Maar Olifant, die voelde zich geweldig. De trompet had zijn leven totaal veranderd. Hij werd ijdel. Hij liet zijn haar groeien, ging hele mooie shirts aantrekken en hij was zo gelukkig. Voor Krokodil werd het leven verschrikkelijk. Het werd ondraaglijk en er werd van alles om het lawaai van de olifant eens even te overstemmen. Hij ging met deksel slaan. Maar Olifant, die blies gewoon nog wat harder op zijn trompet. Het ging tegen elkaar in. En zo maakten de buren elkaar het leven zuur. Op een dag kon Krokodil het niet langer verdragen. Hij pakte zijn boormachine en viel met een helslawaai op de muur aan. Dat was te veel voor Olifant. Van schrik sloeg hij achterover. Nu ging Krokodil toch echt te ver. Snel haalde Olifant zijn hamer uit de schuur. Hij sloeg zo hard hij maar kon tegen de muur aan. En nog eens, en nog eens. Wat een herrie. Tja, tegen zoveel geweld kon de muur niet. Hij stortte in elkaar. En daar stonden de beide muzikanten. Ze waren helemaal verbluft. Tja, het was stil. Ja, maar zo had ik het niet bedoeld, zei Olifant. Misschien wil je wel wat drinken. Wil je een kopje koffie? Of een kopje thee? Ja, zei Krokodil. Dat wil ik wel. En toen dronken de muzikanten samen thee en ze spraken over hun liefde voor de muziek en ze luisterden naar elkaar. Hé, zei Olifant, waarom gaan we niet eens even samen spelen? Dat is een goed idee, zei Krokodil. En hij zocht zijn viool onder het puin vandaan. Hij was nog heel ook. En toen begonnen ze samen te spelen. Eerst heel voorzichtig. Maar toen, daar ging het. 1, 2, 3, 4, precies in de maat. Urenlang, dagenlang. Het klonk steeds beter. En ze wisten niet meer van ophouden. En samen gingen ze muziek maken. Ze gingen optreden en werden beroemd over de hele wereld. Tja, die muur hebben ze nooit meer opgebouwd, want die hadden ze niet meer nodig. En ja, ze leefden nog lang en gelukkig, als vrienden samen. Wat de mensen zijn.
Het is nu tijd voor de voorbeden. We gaan samen bidden. Goede God, we bidden voor de mensen die alleen zijn en verdrietig. Mensen die andere mensen niet kunnen ontmoeten. We bidden ook voor de mensen die ziek zijn of die last hebben van corona en alle gevolgen daarvan. Ik wil u vragen, God, wilt u de mensen helpen? Wilt u ze sterk maken? We willen ook bidden voor de mensen die ruzie hebben met anderen. En dat ze een weg vinden naar elkaar. Om elkaar weer te bereiken en het goed te maken. Dat ze elkaar kunnen vergeven. En God, ik wil u ook vragen dat we onszelf kunnen vergeven. We hebben een mooie wereld waar we samen op leven. Waar we ook samen voor moeten zorgen. Voor de natuur, met de planten en de dieren. Maar ook op onze eigen plek waar we samen met elkaar moeten wonen. Goede God, ik wil u vragen om ons te helpen. Helpen dat we het fijn maken met elkaar. Er is zoveel dat we u willen vragen. En er is ook zoveel om dankbaar voor te zijn. En daarom gaan we nu in onszelf tot u spreken. Bidden. We zijn helemaal stil voor u, God. Goede God, wilt u onze gebeden verhoren? Amen. En als we zelf geen woorden konden vinden, dan hebben we een gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Thank you.
hebben het vandaag over samen. Samen sterk, samen gelukkig. We zagen het verhaal van de krokodil en de olifant. Eerst konden ze niet samen, gingen ze tegen elkaar in, maar later konden ze samen in harmonie muziek maken. Zo is het fijn als wij samen met elkaar in harmonie kunnen leven. Samen sterk en samen voor elkaar. Goede God, we hebben samen het leven gevierd en u gedankt. U heeft ons geleerd samen voor de wereld te zorgen. We zijn niet alleen. Mag de vrede van u deze week met ons meegaan? Laten we dan de liefde van God met ons meedragen. Met de zegen van u, God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel dat jullie weer gekeken hebben. Dankjewel, Taco, Hermanna, Anneke, Kees en dankjewel Alfred dat jij deze opname weer verzorgd hebt. Tot een andere keer.